Nou, het mooie weer is gekomen en dat betekent dus dat alle rokjes en jurkjes en shorts uit de kast worden getrokken. Dus alle armen en benen die mogen weer gezien worden. Maar dat betekent wel dat je huidverzorging ook voor het lichaam natuurlijk wel optimaal moet zijn. Want ja, natuurlijk wel mooie benen zien natuurlijk. Jouw verzorging voor het lichaam die bestaat eigenlijk uit 3 stappen. Je hebt je scrub, je hebt de verzorging voor onder de douche en je hebt voor de verzorging voor na die tijd. Nou, laten we beginnen bij het begin, de scrub. Dan hebben we hier de body polish. Dit is een scrub die je op 3 manieren kan gaan gebruiken. Je kan hem op een droge huid aanbrengen en dat je dan goed en stevig in gaat passeren. Let wel, dit is wel echt een scrub op basis dan voor een huid die net even wat meer kan hebben. Wat je ook kan doen, is dat je op een iets vochtige huid het dan aanbrengt en dat je dan gaat inmasseren. Dan is hij net even wat milder, gaat hij ook wat meer schuimen. Maar is hij nog wel altijd intensief en zorgt hij ervoor dat al je dode huidcellen wel goed worden verwijderd. Nou, wil je het helemaal op een hele zachte manier doen, dan doe je het echt voor onder de douche. En dan masseer je het dan in. Is die wel een stuk minder intensief, die zal ik wel iets minder adviseren. Maar is je huid wat geïrriteerd op sommige punten, kan het soms best wel fijn zijn om het dan zo te doen. Nou, wat je aan resultaten hebt, is dat je dode huidcellen dan goed verwijderd zijn. En dat alle voedingsstoffen van jouw doucheproduct en jouw bodyverzorging nog beter in je huid kunnen komen. En dat je huid ook gewoon veel meer glanst. Gaan we door naar de verzorging voor onder de douche. We hebben Milky Bath & Shower. Dit is een product wat je zowel onder de douche kan gebruiken als voor een bad. En het lijkt een beetje op een olie. Totdat het in aanraking komt met water en dan wordt het een soort van milk. En dat geeft je huid een hele zachte... een zacht gevoel eigenlijk, zo kan je het best omschrijven. Het is op basis van plantaardige olie, dus je huid kan er ook niet verslaafd aan raken. En het zorgt er ook voor dat die droogte in je huid nog beter wordt aangepakt. Dan gaan we natuurlijk door met als laatste de body oil. Dat is de verzorging voor na het douchen of na je bad. Belangrijk bij deze is dat je die aan gaat brengen op een huid die nog wat vochtig is. Want dan, juist dan kan die echt goed intrekken en gaat hij ook echt die droogte aanpakken. En omdat het een wat olieachtige substantie is, geeft het je huid ook een hele mooie glans. En heb je gewoon hele mooie verzorgde armen en benen. En ja, kan je gewoon stralend die zon er weer door. Nou, dit zijn een beetje de bodyproducten die wij hebben. Wil je voor het allerbeste resultaat gaan, dan gebruik je natuurlijk gewoon alle 3. Zo simpel. Maar je kan ook zeggen, van, nou, ik pak die scrub net eventjes wat vaker in de week. Of die body oil, die wil ik eigenlijk iedere dag ongeveer gebruiken. Dat kan gerust. Dat is het fijne aan die bodyproducten, dat je ze gewoon iedere dag kan gebruiken. Heb je nog meer vragen of tips? Dan weet je ons te vinden. Je kan mailen naar info@puurhuid.nl. Of wil je ze eigenlijk gewoon gelijk gaan uitproberen? Dan ga je naar Antje.